Goedemorgen. Het is weer wederom een prachtige dag. Al is het niet altijd mooi weer geweest. Maar vandaag kunnen we heerlijk weer genieten van het zonnetje. Dus er zullen weer een hoop mensen lekker naar het strand gaan. En toevallig sta ik ook eigenlijk vlakbij het strand. Want ik mag weer een heel leuk huis gaan verkopen. En het leuke van deze woning is vooral de plek. Want als je daar naartoe kijkt, dan zit je echt op, nou, ik denk 2-3 minuutjes van het strand. Dus ben je nou een fan van suppen of lekker van kiten en je zegt, jongens, ja, ik wil eigenlijk zo snel mogelijk na het werk, de wind steekt op, ik wil gelijk naar het strand. Ja, dichterbij kom je eigenlijk niet te wonen. Het is een hartstikke leuke 200 kap woning, nummer 38, de linker van de twee. En het prettige van dit huis is ook dat het een hele grote garage aan de zijkant heeft. En een parkeerplaats, dat is geen overbodige luxe hier in Noordwijk. Maar het is een hele diepe garage. Dus nogmaals, ook de suppers en de kiters, die kunnen allemaal lekker hun spullen kwijt. Of, nou, zoals deze meneer een motor heeft, ja, je kan altijd gewoon lekker hier je gang gaan. Nou, het is een lekkere ligging. Nogmaals, echt op Noordwijkzee. Kan dus ook wat drukker zijn. Maar het is een straatje met één richtingsverkeer. Dus ja, je zit eigenlijk relatief toch wel rustig. En ik zou je ook graag even binnen wat willen laten zien alvast van de woning. Om hem helemaal te zien, moeten we elkaar uiteraard even een afspraak maken. Maar we gaan in ieder geval alvast even hier beneden kijken. Je hebt een lekker entree met een toilet en de trap naar de eerste etage. En hier een hele lekkere woonkamer. Lekker ruim en vooral heel licht. Je hebt veel raampartijen, mooie eikenhouten vloer. De raampartijen lopen lekker laag door, dus wat ik al zei, erg veel licht, alles dubbel glas. En hier om het hoekje zit een moderne, ja, witte keuken. Uiteraard is dat altijd ieder zijn eigen smaak, maar ik denk dat deze toch echt wel lekker neutraal is en past bij de woning. En mooie openslaande deuren naar de tuin. En die tuin, daar wil ik ook wel graag wat over zeggen. Want wat ik al zei, je zit op Noordwijkzee natuurlijk zeker in de zomer toch wat drukker. Maar en door het eenrichtingsverkeer van de straat, maar ook hier achter in de tuin, is het toch allemaal gewoon lekker rustig. Het huis dient als kluisbuffer en dat maakt het toch gewoon goed toeven. Goed op de zon. Hij draait zo om, dus je hebt ook lekker in de avond de zon. En ook aan deze kant is de garage toegankelijk. Dus op de eerste etage zijn drie slaapkamers en een badkamer. En op de tweede etage nog een ruime kamer met, u ziet het misschien hier, een hele grote dakkapel aan de achterkant. Dus ruimte zat. Dus echt een leuke woning met vooral een hele mooie ligging heel dicht bij zee. Zegt u nou van, nou, ik wil dat toch eens met eigen ogen zien, dan heet ik u van harte welkom. Maak een afspraak, stuur een mailtje of bel me of stuur een appje. Geen enkel probleem. Ik leid u graag rond in de woning en dan gaan we eens even kijken of het misschien wat voor u is. Tot ziens. Ja.